De bedoeling is eigenlijk dat jullie op die knop gaan drukken, zodat we gaan kijken of dat water ook echt gaat lopen. Het is wel de bedoeling dat jullie even af gaan tellen. Willen jullie dat zelf doen? Willen jullie dat met publiek doen? Dat is aan jullie. Vanaf 10? Vanaf 10? Oké, dan beginnen we dan bij deze en dan gaan we kijken dat we terug gaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en no! De rode knop is ingedrukt en toen kwam er niks. Ik zie nog niks, maar ik hoor wel heel veel lawaai. Okay. Ja, daar komt het, bovenaan. Ja, toch wel. Over de eerste kaskade, ja, nu ook de tweede. Applausje. Het is echt geweldig. We hebben een prachtig pompstation ontworpen qua zuiveringen door onze eigen medewerkers. Ja, daar ben ik natuurlijk super trots op. Maar ook de hele PA, de hele procesautomatisering is hier zelf gedaan. Kijk hiernaar. Dat is gemaakt door de medewerkers vanuit onze werkplaats in Annen. Ja, en dan ook nog als je naar de buitenkant kijkt. Het is ook nog geweldig. Helemaal passend in de omgeving. Dus ik vind het een supermooi resultaat. Nou, heel belangrijk is dat wij een afspraak hebben gemaakt dat wij water van Bijlen gaan afnemen. Voor ons is het belangrijk om dat in Friesland te kunnen inzetten. Want daar hebben we een locatie ter Wisga. In verband met verdroging hebben we de afspraak gemaakt met de provincie om daar te minderen. En als je mindert, terwijl de drinkwatervraag groeit, dan heb je andere productie nodig. En Bijlen helpt ons daar geweldig in. Dus het helpt echt in de drinkwatervoorziening voor Friesland. Heeft de grens nog meegespeeld, de provinciegrens? Nou, in het eerste overleg leek dat wel mee te spelen. En wij hebben gezegd, ook met de voorganger van Vivienne, van laten we even net doen alsof die grens niet bestaat. Want anders hadden wij aan de andere kant van de grens hadden wij onze eigen locatie gebouwd, kleiner. Dat was Bijlen kleiner geworden. En dan weet ik één ding zeker. De maatschappelijke kosten waren hoger en de maatschappelijke baten zouden dan kleiner zijn geweest. Dus we zijn letterlijk over die grens heen gestapt. Wat gaan de klanten ervan merken? Niets zijn heel veel. De klanten in Bijlen en omgeving en Ter Wisga en omgeving gaan kwalitatief heel mooi water krijgen. Vooral omdat het zacht water is. En dat gaan ze merken, verwacht ik.